Hey Louis, ik zie daar een paar van die mannen aankomen. Een beetje sneaky lopen ze. Een beetje kijken. Wat zou dat zijn? Een beetje een raar gedrag vertonen ze. Kijken en zo. Ja, moet je dat zien? Mondje dicht. Wij moeten hier meer van weten. We gaan er naartoe, kom op. Dit is Niels. Kijk. Nee maar zeg, kom eens gauw. Kom eens even gauw. Wat is hier aan de hand? Timon heeft er helemaal niet zoveel personeel in dienst. Ik snap er niks van. We gaan eens even op onderzoek uit. We zijn bezig. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet vertellen. Ja, waarom niet? Nou, het is allemaal nog een beetje een verrassing. Ja, maar wat is die verrassing? Ja, dat iets... Ja, ik moet er een beetje geheimzinnig over blijven. Nou, dan gaan we aan bij een ander vragen. Ja, dat is prima. Nou, mevrouw, waar bent u mee bezig? Druk aan het rollen. Ja, we zijn een uil in de lak aan het zetten. Hè? Hoezo, de uil? Uilen. Nou, we gaan een versiering maken voor de straat, voor de steenuil. En wij wonen in de steenuil, vandaar. Voor de versiering voor de straat, maar voor wat voor feest? Nou, wij zijn binnenkort, we wonen eigenlijk dan allemaal 40 jaar in deze straat. De steenuil bestaat 40 jaar. En het is binnenkort de Koningsdag, dus wij combineren de beide. Hoe lang zijn jullie al bezig? Ik geloof dat dit een beetje de achtste keer is dat de schilders bij elkaar zijn. En daarvoor zijn de mannen al alle uilen aan het uitzagen geweest. Waaronder de grote uilen en 46 kleine uilen. En de uilen die daar op de grond liggen met die prachtige mooie vleugels. En wie is er op dat lumineuze idee gekomen? Wie is op het lumineuze idee gekomen? Mieke. 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 Mieke Veuring. Mieke Veuring. Wat leuk om jou hier aan te treffen. Ja, ik vind het ook erg leuk. God, wat verrassend dat jullie er zijn. Ja, zo stom toevallig hoor. Ja? Ja, echt waar. Was er wat opgevallen dan? Of, Dat zal ik je vertellen. We stonden hier om op ons wekelijkse rondje te kijken of er wat in Ommen te doen is. Zagen we hier drie manspersonen heel stiekem even kijken en toen stiekem naar binnen gaan. Ja, dat vraagt natuurlijk om nader onderzoek. Ja, natuurlijk gewoon. En we willen ook wel een tipje van die sluier oplichten. Vertel. Ja, we zijn druk bezig voor de versieren straten straks. Vanaf 20 april moet het allemaal klaar zijn natuurlijk. En de meeste van ons wonen er nu 40 jaar. Dus we dachten van, nou hoe leuk zou het zijn om dan een feestje daarvan te maken met een mooie versierde straat erbij. En deed iedereen mee, iedere bewoner? Iedere bewoner was dol enthousiast. Dat is toch natuurlijk een hartstikke mooi succes. Ja, voor de samenhorigheid en het samen klussen. Nou, je kunt het zelf zien hoeveel mensen dat er zijn. Maar we wonen daar prachtig en een hele leuke, enthousiaste buurt. Jij mocht dat idee weer... Ja, en dat is het nadeel van als je iets oppert, dan word je eigenlijk ook een beetje als opperhoofd neergezet. Ik zou even met die timmerlui even aan de gang gaan. Die hebben alles uitgezaagd en die weten er vast meer van. Gaan we doen. Ja. Herman, wat doet dat met jou zoveel personeel? Ja, dat is heel erg moeilijk voor mij. En ook nog allemaal dames. Dus, dat kan nooit moeilijk zijn. Ja, zeker. Maar wel gezellig. Wel gezellig. Ja. Wordt er wel gewerkt? Ja, wordt heel hard gewerkt. Dus ze maken het allemaal heel mooi. Dames zijn heel erg creatief. Nou, dat is ook zo. Ja. En maar wat een mooi idee dat het bij jou in de werkplaats kan. Ja, zeker. Ja, ik heb de ruimte, dus wat wil je nog meer? Henk, ondanks dat er veel geheim is, maar wat is jouw functie hier? Han- en spandienst, dat kun je wel zeggen, ja. Een keer schilderen en wat zagen. En wat, Maar wel heel ondersteunende werkzaamheden. Ja, zeker. Heel belangrijk natuurlijk, hè. Ja. Wat vind je van dat het, die saamhorigheid hier? Het is geweldig. Echt waar. Als je kijkt hoeveel mensen er meedoen met dit project, dan is het geweldig. Het moet ook wat moois worden natuurlijk. Hè? Een jubileum? Een jubileum, 40 jaar. Dus het moet uit de slot schieten natuurlijk nu. Hè? Nog een afsluitende barbecue? Waarschijnlijk wel, ja. Heb je een idee? Voor. Ik heb jullie wat aan een idee geholpen. Nee, dat zit al in de planning. Mannen van de zaag- en timmerploeg. Nu heb ik een hoop van die statische uilen gezien. Maar ik zie dat er nog een heel aparte uil bij is. Ja, inderdaad. We hebben ook vliegende uilen. En waar gaan jullie bevestigen? Die gaan we aan de bomen bevestigen. En aan de lantaarnpalen. En hoeveel hebben jullie er gemaakt?
Dat blijft nog geheim. Wie kwam er op het idee van die vliegende uilen? Dat is een goede vraag. Wim van der Veen. Ja. Wat was de moeilijkheid hierbij? Ja, de vleugels, hè. En de ogen. Ja, de ogen mogen niet rond zijn. Er moet daar iets bij in zitten. Er is zoveel al gedaan door de straat, de bewoners van de Steenhal. Ik vind dat het wel een applaus waard is aan degene die hier de ruimte ter beschikking stelt. Herman. Helemaal. Herman, bedankt. Zo is het goed, jongens. Gaat werken.